Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe weekreading. En deze week staat in het teken van zien en doorzien. Wat bedoel ik daar nou mee? Nou, meestal als we naar situaties kijken, als we naar anderen kijken, dan kijken we naar anderen door een filter van onszelf. We hebben toch de neiging, en dat is heel menselijk en soms helemaal niet erg, om dingen te bekijken en te vertalen met name vanuit onze eigen normen en waarden, vanuit onze eigen mening en vanuit onze eigen emoties. Dat betekent dat we niet altijd echt zien wat er is. Als we naar een collega kijken die heel erg chagrijnig is, die kattig doet, die lelijk doet, dan hebben we de neiging, HSP'ers soms wat minder, maar dan hebben we de neiging om daardoor geraakt te worden, dat vaak ook om onszelf te betrekken. En daardoor een soort weerstand te creëren naar die collega toe. We willen er eigenlijk geen contact meer mee maken, wat logisch is. Dat is ook zelfbescherming, is ook hartstikke gezond. Maar daardoor gaan we wel vaker met weerstand naar ons werk toe, omdat we dan die collega weer tegenkomen die bijna elke dag kattig en is en lelijk doet. Daar kunnen we wel last van krijgen. Als we het gaan zien, dan gaan we zien dat deze collega, om het voorbeeld aan te houden, bijvoorbeeld juist heel erg vermoeid is. En dan gaan we zien dat haar bureau vol met papier ligt en dat haar mailbox overloopt. En dat de baas stiekem ook nog even wat extra op haar tafel schuift. En dat ze eigenlijk niet eens aan de lunchbreak toekomt of eigenlijk tussendoor niet eens een kopje koffie neemt. Omdat ze continu bezig is. Dan gaan we de realiteit zien. Ze is overwerkt. En als we het dan nog gaan doorzien, zien we bijvoorbeeld daaronder bij haar nog eens, als we even zelf afstand nemen en niet op onszelf betrekken, dat ze heel erg onzeker is. Dat ze het alleen maar goed wil doen. Eigenlijk alleen maar op zoek is naar goedkeuring. En dat ze daarin eigenlijk helemaal vastloopt. Want dat krijgt ze niet. Ze krijgt alleen maar meer werk. En ja, wanneer jij dan aankomt met je emotionele verhaal, kan ze dat helemaal niet hebben. Want dat vertaalt ze weer door haar filteren. En ze kan het ook niet doorzien, omdat ze zover opgeladen is met haar eigen emoties en mening. En wereldbeeld en energie. En deze week gaat er dus om, of nodigt je met name uit, om te gaan zien wat er is en doorzien wat erachter zit. Nummer 1, omdat je daardoor minder dingen op jezelf gaat betrekken, waardoor je minder last hebt van negatieve energie en het allemaal wat meer los kunt laten. Vaak heeft het helemaal niks met jou te maken. Het doorzien heeft nog een tweede laag. Je kan namelijk ook op een gegeven moment gaan kijken van oké, iemand doet zo, iemand heeft dit ook nodig om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat ze hun leven moeten veranderen. Die collega die gaat op een gegeven moment zoveel pijn ervaren, hier zoveel last van ervaren, dat ze bedenkt dat ze gewoon een andere baan wil. Ben jij weer opgelucht, want de bron van weerstand is weg. Maar ze gaat ook ineens bedenken van, goh, ik moet veel beter voor mezelf zorgen, want ik raak hiervan in een burn-out. Of misschien bedenkt ze dat pas als ze in een burn-out is. En natuurlijk willen ze HSP'ers, gevoelig, sensitief, helpend, liefdevol mens. Wil je haar het liefste helpen en wil je het liefste voor haar oplossen? Alleen dan neem je een deel van die pijn lekker weg. Dan wordt haar motivatie om beter voor zichzelf te gaan zorgen ook kleiner. Dus dat is ook nog eens doorzien. Het tweede deel van doorzien betekent dat je ziet dat iemand het ook nodig heeft om bijvoorbeeld nou eindelijk eens goed voor zichzelf te gaan zorgen. En het enige wat je dan kan doen is af en toe even een bakje koffie brengen. Omdat je dan de aanwijzing geeft van dit moet je doen. Zonder lading. En als ze dan alsnog kattig doet, want er zit geen suiker in. Terwijl ze suiker in de koffie wil, dan snap je dat. Dat ze dus eigenlijk voor zichzelf dus ook vaak niet eens de suiker in de koffie doet. Of dat heel vaak vergeet. Of misschien dat haar man er wel helemaal verwaarloosd in dat gebied. En dat dat er even uitkwam dat het eigenlijk naar haar man bedoeld was en niet naar jou. Dat is heel moeilijk en een grote uitdaging, dat weet ik. En het hoeft deze week ook niet perfect te gaan. En je mag gewoon mens blijven. En je hoeft aan deze week ook niet om opgeruimd te hebben om zo te zijn. Maar dat is deze week de uitnodiging van de energie van het universum. De grootste hulpmiddel die je hierbij hebt is de edelsteen lepidoliet. Lepidoliet is een steen die helpt om dus afstand te nemen van de situatie, het te zien, het ook het doorzien ervan, de realiteit te zien, het grote plaatje te zien, inzicht te krijgen in wat er is. Ons andere grote hulpmiddel is vragen aan jezelf, wat is hier nu werkelijk aan de hand? Als ik even mijn emotie loslaat, er buiten stap, wat zie ik dan? En je grootste valkuil is dingen op jezelf betrekken en of de ander helemaal willen gaan helpen.
Wat zijn je grootste valkuilen van deze week? Dat gezegd hebbende wil ik je voor nu een hele fijne dag toe wensen. En zie ik je natuurlijk graag volgende week weer bij de nieuwe weekreading.